Oké, okay, weet je wat, Hans? Wil jij even meekomen met mij? Ah! Fuck! Hans? Hey, dames en heren, mijn naam is Joost en ik ben verkouden als de motherfucker. Oh. En toch maak ik gewoon een video voor jullie, want zo cool ben ik wel, weet je? Oké, welkom bij deze adventure map, geraamd iets met een verborgen potato. Hij is aangevraagd door een van jullie. Bam! Comment op het scherm, hadse flatse, cool. Als jij nou ook een leuke adventure map weet, laat het dan beneden in de reacties achter. En dan ga ik hem volgende week gewoon voor jullie spelen. De verloren aardappel, chapter 1. Geweldig. Oké, okay. Rules. Oké, okay, laten we de rules even lezen, jongens. Boe! Do not cheat, don't change game modes, you can break blocks, you can adventure mode, have fun. Oh, er staat nog meer. If you play map with others, I don't fucking care. Oké. Okay. Dat was niet de bedoeling, meneer de boek. Dank u. Difficulty, normal, hard. Oh, je moet dat ook echt doen, hè? Fuck, normal dan maar. Let's fucking go! Woe! Oké, waar zijn we? We zijn in een huisje. Only switch when you finish reading. You were dreaming, weren't you? Guards taking you to the castle, a prison, and they talk about your execution. It seems it was all a dream. Luckily, you're back at your nice little house enjoying peace and quiet. Ik vind helemaal... What the hell is dat? Innocent Piglet. Oké, okay, ik weet niet waar ik dat zie, maar... ik heb gelezen. Let's just go. Wat is dit? The dreaming joke was getting old. Fortunately, you are not the last one experiencing it. Now you can have a minute to get out of this room before it burns down. Wat? Wow. Burns down? Waar heb je het over? Ik wil niet burnen. Wat is dit voor ding? Oké, wat is hier? Tadadad. Glas. Yay! Auw! Ah, fuck. Ik wist niet dat ik dat kon breken. Ah, wat is dit voor adventure mode? Oké. Okay. Always check hoppers to see if you can find something. Ooh. En wat is dit? Welcome death row. To death row? What? Death row? Wat heeft dit met aardappels te maken? It means that unless by some incredible miracle a random stranger helps you to make your way out of here, you will be executed in 2 or 3 days, along with completely innocent piglets in a cell. Please enjoy your stay. Aha. Dus ik ga dood. Een hele hoop... Hey! Hallo? I'm up here, at the windows. Oh, daar! Taking this axe. Dank je. And be careful. Ze praten. Ik kan nog gelijk niet nadoen dat ik verkouden ben. Oh ja, ik heb een axe. Ik kan de chest kapot maken, maar dat is niet echt nuttig. Oh, oké. Okay. Ik deed niet dat de bedoeling was. Oh, tuurlijk. Ta-da-da-da-da! Oké. Okay. Bedankt. Meneer. Waar gaan we heen? We gaan heel hoog. Ik kan niet heel hoog. Ik wil naar de innocent piglets. Oh, wacht, kut. Ik had die chest nooit moeten breken. Fuck. Hang on. Omdat ik net die chest had gebroken, was mijn axe al kapot gaan. Ik moest dat 2 keer kapot kunnen maken. Oké, okay, wat is dit? Clay. Oh, de innocent piglet. Hey, jongen. Ga je met mij mee? Adventure. Oh, lever. Nice. Nu kunnen wij. Wow, what the fuck. Vet cool. Oké, dit is dus de innocent piglet. Ik heb hem vrijgelaten, dus doei piglet. Waar is die deur? Hier is de deur. Oké. Okay. Weet je wat? We gaan hem meenemen. Piglet, ik noem jou Hans. Hans, waar ben je? Hans, yo. Kom mee, Hans. We gaan op avontuur. Hans gaat met ons mee in deze aflevering. Kom, Hans. We gaan door de deur. Oh, wacht. Je moest er volgens mij ook mee, want er stond ook echt zo letterlijk zo'n gat daar voor Hans. Maar oké. Okay. We zitten in de doolhof, Hans. Wat gaan we hier doen? Wat gaan we doen, Hans? Oké, okay, weet je wat, Hans? Blijf even hier. Ik ga op onderzoek uit, Hans. Oké, okay, terwijl Hans daar wacht, ga ik eventjes kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Oeh, we kunnen hier omhoog. Wat is dit? Holy shit, wat zijn we? Hier is een hopper. Hopper. Boek, nood 1 en nog meer. Of carrot, die kunnen we wel even eten. Ik heb honger. I guess none's gonna ever read this, but I'm leaving these notes behind to help innocent prisoners break out of this place. I'm going to leave 5 notes in total, so if you find all of them, it means you successfully escaped. Just like me. I don't think... That insane Dorlak, who thinks being a prince, which means he rules the world, is ever gonna read these. Nor the guards. They don't like to get their hands dirty. Oké, er zijn 5 boekjes in totaal. En we hebben er nu 1 gevonden. Dus dat is iets. Nee, ik weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Ik neem Hans mee. En dan gaan we kijken of hij daar doorheen kan. Hans! Hansie! Jongen, ik heb je nodig. Yo! Oké, Hans, kom mee. We gaan hier naar boven, Hans. En dan gaan we kijken of jij daar doorheen kan. Dat ben ik wel benieuwd naar. Go. Go. Oké. Waar ga je heen? Wat ga je doen? Ik weet niet wat hij daar kan. Zit hier wel ergens een, zit hier ergens een pressure plate of zo? Oké, ga er door. Oké, go. Go. Avontuur. Oké, wat kun je hier doen?
Is er wat? Kan je daar wat doen? Hansie. Oh shit! Oké. Okay. Dit heb ik gevonden. Ik kwam ik per ongeluk tegen omdat ik met Hans aan het lopen was. Hey Hans! Jij ja, nam even de omroute, jongen. Maar dat maakt niet uit. Wat is dit? Gameplay hint. Before you jump down in a hole, push the pick down first. I almost forget to tell my name. Probably we won't even meet each other, but let me introduce myself. I am Ekke. I come from the Northern Islands. I have my own small business there, but I'll write about it later. Hurry up and get a sword from the hell hallway. Watch out for the traps. Good luck, my friend. Ekke. Oké, okay, Ekke, dankjewel voor al je leuke notes die achteraan. Maar er stond iets over een tip over een gat hier. Oh hier. Het gaat natuurlijk kapot. Aha. Oké, okay. Varken, tips. Die zei dat ik jou als eerste af moest duwen. Dus go. Kom op, man. Dit is heel naar, Hans. 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 Oké, weet je wat? Fuck it. Jumardo! Crap, ik heb hem nodig, denk ik. Godverdomme. Hans! Yo, Hans. Ik moest hem even halen. Want ja, ik wist niet dat hij niet achter me aankwam. Oké, Hans. Let's go. We gaan op avontuur. Constant. Ik vind het wel leuk. Ik en Hans samen op avontuur. Wow. Ah! Wat? Ah! Fuck! Dat is een spin. Hé, hey, doe eens niet, jongen. Oké, okay, weet je wat, Hans? Wil jij even meekomen met mij? Ah! Fuck! Hans? Oké, okay, er zit hier wel een deur. Oh, fuck! Ah! Oké, okay, bitch. Fucking hell, man. Oké, okay, weet je wat? Ik haal Hans later wel op. Ik moet eerst even dinges hebben. Oké. Okay. Whoever you think you are, let's face it. You can't get out of here unless you start to accept. Oké, okay, heel veel random levers. Oh god, dat is een puzzel. Oké, okay, help me. Ik heb iets nodig. Oh, wat staat hier? And respect my title. Oké. Okay. Oké, okay, ik ben even teruggegaan en ik ben weer hier. En wat me helemaal niet is opgevallen, dat hier nou gewoon een gat zit. Dus ik bedoel, ik kan hier gewoon een beetje rond gaan durpen om te kijken wat hier allemaal te vinden is. Ik zie hier al een dichte ding met twee chesten, waar ik eigenlijk wel in wil. Oh, wacht, ik kan natuurlijk gewoon het raam breken. Oké, okay. Slim! Oeh, appels, eten en snoes ofzo. Oeh, bone arrow, nice. Wat is snus? Dat is potion. Oké, okay, dan gaan we maar niet eten. Oké, okay, wat kunnen we nog meer vinden? We hebben in ieder geval bone arrow, dat is al heel veel. Kunnen die spinnen killen naar beneden? Oh shit, zwaarden. Kan ik die kapot maken? Nee, ik wil die zwaarden hebben. Crap. Jammer, 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 jammer. Ik wil toch wel die zwaarden. Maar we hebben in ieder geval een bone arrow. Fuck off. Fuck off. Oké, okay, nice. Oké, okay, en dan hebben we onze pick weer. Yo, kom mee. Hey, jongen, kom nou eens gewoon mee. Ik weet niet wat je hier aan het doen bent, maar je moet gewoon meekomen. Goed zo. Brave jongen. Brave jongen. Oké. Okay. Weet je wat? Weet je wat? Blijf maar gewoon even hier chillen. Blijf maar gewoon even hier chillen. Ik ga gewoon op onderzoek uit. Ja, blijf hier chillen. Ik zie hier een trap. Oké. Okay. Oh, wacht. Dat is die kamer waar we net waren. Maar dan de andere kant. Ik vind bones. Ik weet niet of wat we daar aan hebben, maar... Sure. Ja, dit is het kamer dat rare alfabet. Hier kunnen we niet in. Of er niet meer uit. Oké, okay, met alle noobheid die in mijn lichaam zit, heb ik eventjes op YouTube opgezocht hoe je dit moest halen. En het blijkt dus dat die de title van die prison guard, die moet je weten. En ik heb al mijn boekjes natuurlijk weggegooid. Oké, okay, zijn titel bleek uiteindelijk prins te zijn en ik ben noob. Dus dat is goed. Laat ook weer wat weten over mij. Waar is... We hadden één lever al overgehaald. Die moeten we even terughalen, anders gaat het helemaal fout. Bam. Oké, okay, we gaan beginnen. Zover ik weet was de P hier. P. En dan moeten we nu een R gaan zoeken. Dus let's find some R. Ja, daar zit de R. Oké, okay, R. De I zat vooraan. Hoppakee. I. En dan N. En de C zit beneden. C. En dan nu de E. En dat, ja, dat moet het doen. En doet dat het? Gebeurt niks. Well, goddammit. Jongens, ik heb geen zin meer. Willen jullie bij deze map meer zien spelen? Laat dan een reactie achter. En zeg van, Joost, ik wil meer actie met jou en Hans het biggetje. En anders ga ik volgende week weer gewoon een nieuwe map spelen. Laat dan wel je suggesties achter in de reacties beneden. En dan ga ik die voor jullie spelen. Ik ben echt kapot, jongens. Ik ben godverdomme ziek. En ik hoop dat ik de volgende keer weer wat beter ben. Anyways, bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog als je genoten hebt. En... Doei! Vandaag een klein stukje eraan gaan doen en dat ik dan morgen de rest doe. Ik ga hem sowieso vandaag niet afkrijgen, want het is echt veel te veel werk. Maar die video komt wel op DD. En ik moet nog even met Wieland een dag afspreken, en dan wil ik dit wekelijks gaan doen. Want ik wil ook eventjes het Just Dance avontuur wat ik beleefd heb afgelopen weekend, wil ik als highlight online gooien. Want het was best wel mooi met dat we...